Het bier vloeide weer rijkelijk gisteren. Op een groot industrieterrein kwam de nieuwste lichting Tilburgse studenten bij elkaar. Ja, tijdens de TIC-week leer je niet alleen je studiegenoten kennen, maar leer je ook echt de hele stad kennen. We maken eigenlijk bijna een rondreis door de stad heen en alles wat Tilburg te bieden heeft proberen wij te laten zien. Maar kennen de studenten de Tilburgse binnenstad eigenlijk al wel? Het Piersplein, wat is dat? Het wat? Het Piersplein. Ik heb geen flauw idee. Nee, echt niet. Piersplein. Ja, wat is dat? Het Piersplein. In Tilburg ligt het. Ik heb wat. Geen idee. Ik zal het niet weten. Er ligt Brandpunt en Bolle ligt daar. En de Slagroom en dat is bij de McDonald's. Bij de McDonald's. Jongens, jullie hebben nog veel te leren. Als ik aan introductiekampen denk, dan denk ik aan liters vodka die door trechters naar binnen worden gegoten. Kotsende feuten. En jullie zijn diegene die die aspirantstudenten die de feuten een beetje in toom moeten houden. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat lukt niet altijd, maar we laten iedereen zelf beslissen wat ze willen drinken. We stellen niet van je moet cola, je moet bier drinken of dit. En af en toe is het verstandig om gewoon water tussendoor te drinken, zodat er niet te ladder zat zijn. En, vaak zijn ze ouderwijs genoeg om zelf te beslissen wat ze doen en dat komt allemaal op.